Ik ga erin. Wow! Ben je er? Ja. Oh, en niet meer. Oké. Ik zie hier een meid genaamd Vanessa, de main mage. Oeh, nou, die moeten we waarschijnlijk hebben. Ze heeft boobies en een squirrel tail. Ah! Ik weet maar... niet. Gaan we er gewoon tegen praten. Oh, medemagiërs. Welkom in Highcliff. Wat kan ik voor jullie doen? Zijn wij medemagiërs? Waar heb je het over? Geen idee. Oh, dat kunnen we zeggen ook. Medemagiërs, waar heb je het over? Oké, wacht. Die optie doen we sowieso, even voor de duidelijkheid. Goed. Wij zoeken naar personen die info willen over Burning Blossom. We dachten, wauw, wat een sexy meid, daar willen we even mee drinken. Goed, dus eerste tip over hoe krijg je meisjes, is niet tijdens het werk. En even kijken, is dit een mall, gym, coffeeshop of bookstore? Nee. Nee, oké, dan moeten we niet de onderste klikken. Nou, het is een soort van... ze is haar ogen aan het trainen, ja. Het is een soort gym, ja. Totally possible. Mm-hmm. Ga je gang. Ik zou graag willen met twee knappe heren, maar ik heb nu iets belangrijks aan mijn hoofd. Dat bedoel ik, Tim. Je hebt het verpest. Nee. Damn it. Zo snel kan het gebeuren, hè? Alles wat je probeert is een vriendin te fixen, maar nee. Oh, veel succes daarmee. Zoals een brandende bloem. Aight. Maar we zijn trouwens geen magiërs. Oh, we moeten even zeggen dat we geen magiërs zijn. Oké. Okay. Jullie zijn geen magiërs? Oh, maar jullie aura is zo kracht. Wacht, wat voel ik daar? Ogier, ga eens wat meer afstand nemen van de... Kom op, niet aanraken. Sorry, ik zou me zwaar terugstoppen. Nee. Huh, is er iets mis? Ik hou er niet van om aangeraakt te worden. Ze is aan het voelen? Weet ik... Oh, wat? Is ze aan het voelen? Ik ben door de war. Is er iets mis? Vraag ja, kennelijk wel. Oh, ik heb al gevraagd, is er iets mis? Nog een keer, ga uit haar! Oké. Ja, het lijkt wel of er een blokkade in jullie chakra zit. Ik zou kunnen proberen om het te fixen, als jullie dat toestaan, natuurlijk. Als je ons gaat aanraken, dan ja, graag. Ressegraag, snoggeneddag, blaggeras, snoggenaar, de mika, haftaar, nogga. Volgens mij heeft ze met haar hoofd op het toetsenbord geslagen. Oké. Pfiuw, ik dacht niet dat jullie dat zouden overleven. Oké, wat heeft ze gedaan? Oh, het onweert. Ik denk dat de spreuk nog wat side effects had. Dankjewel, veel succes met de belangrijke dingen. Tai, maar we kunnen om info te geven over de vuurbloem. Er staat het in de fik, man. Misschien moet je dat blussen. Oh my god, ja. Blus jij het? Ja, het is... Is het erg? Ik kan het niet zien. Nee, het was blauw vuur. Oh. Oké. Okay. Tai, we kwamen om info te geven over de vuurbloem. Ja, want daar weten we ook wat over. Oh, graag. We zoeken al jaren nadat we geruchten hadden gehoord over een gevaarlijke magier die de bloem wilde gebruiken om de wereld te verbranden. Oké. Okay. Ik denk dat we hem die bloem per ongeluk hebben gegeven. Hij heeft de bloem, wat nu? Oh nee, toch? Oh ja, tuurlijk! Of we hebben hem per ongeluk de bloem gegeven. Zullen we dat even achterhouden nog voor nu? Gewoon, ja. Hij heeft de bloem. Ga daar maar vooruit. Hij heeft de bloem, wat nu? Shit! Fuck! Snel, help ons met zoeken. We weten dat hij een verborgen baas in de stad heeft, maar we moeten... Maar we weten niet waar. We verwachten in de berg... Want net rechts van de hoofdporticulus, vlak na een trap, maar het is maar een gok. Ok! Wacht even, kun je dat nog een keer zeggen? We verwachten in de bergwand, net rechts van de hoofdporticulus... In een vlak... bergwand, naast de hoofdpoort? Oh, dat is gewoon ergens beneden in de bergwand, bij de hoofdpoort, ja. Bij de ingang. Ja, dus na de lift zo'n beetje. Vlak na een trap, dus vlak na de trap is het ergens. Oké. Het is maar een gok. Oké, man, snel zoeken dan. Oké, maar we willen wel iets voor het redden van de wereld. Gaan we het spel zo spelen? Ja, we willen wel wat. We willen wel wat. Oh. Dat sloot de dialoog. Gewoon keihard. Oh. Ik heb gewoon gevraagd dat we iets willen, dus...
Zullen we dat dan maar eerst doen, de wereld redden en daarna daarop terugkomen? Ja. Terwijl Vanessa verder leegte instaart. Is er nog iets in de toren? Ja, dat wou ik ook nog even kijken. De Magiertoren. Oeh. Oh, schilderijen. Schilderijen. Stoeltjes. Een boek met de verwarde man. Genaamd de verwarde man, bedoel ik. Zo. Wacht, was dat niet... Wat is er? Was de verwarde man niet... Wacht, oké. Okay. De verwarde man kan op het moment iedereen zijn. Nee, maar was het toch eerder een boek die de verwarde man heette? Ik weet niet of dat de Witherman was, of... Zullen we het gewoon lezen teun, om erachter te komen? Teun nog wat. Ik zie twee mensen Graaf op teun. Het strand. Vlak bij het water, hand in hand. De zon oh, zakt. Ze zwijgen van geluk. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ik ken haar net, want dat ben jij. Ze lacht naar hem, hij lijkt naar mij. Hij lijkt op mij. Ben ik weer een tekst van een nummer aan het opnemen? Aan het oplezen, zonder dat je het door hebt. Deze lag ook in de bibliotheek. Echt? Ja. Dat ben ik nu al vergeten. Oeps. Nou, laten we die achter. Wat een mooi nummer. De verwarde man. The Lost Man. Ze hebben hier wat eten. Jelly pumpkin hebben ze. Er zit wel een wolk in het huis. Wow, hier is Bruce Wizard. Wow. Item analyst. Oh, die hebben we nodig. We moeten hem over de Ghastly Ghost vragen. Oh, tuurlijk. Bruce. Hallo, avonturiers. Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Goedendag, kunt u ons vertellen over de Ghastly Ghost? Ghastly Souls. Zou ik mogen vragen waar jullie dat item... van dat item gehoord hebt? Er is iemand vermoord. In zijn huis vonden we... Wauw. Oké, nou ja. We zijn eerlijk, duidelijk. Ja. Dat is zeer ernstig. Ghastly Souls hebben een sterk hallucinerend effect. Samen met een magieversterkend effect. Als hij een gebruiker was, is het misschien maar beter dat hij nu dood is. Dus u denkt dat Barry Ghastly Souls gebruikte? Barry was het toch? Of is Barry nou dood? Ga ik nu ook al denken dat hij... Fuck it, who cares? Barry met een P is dood, geloof ik. En Barry is degene die hier in de tempel zit. Oké. Het is goed mogelijk. Ik zie geen andere reden waarom je Ghastly Souls in je bezit zou hebben. Op mezelf na dan gezien ik op het moment bezig ben met een relatief uitgebreid onderzoek naar die dingen. Bedankt voor de info. We gaan zoeken of er nog andere clues zijn. Bedankt voor de info. Ik denk dat we hiermee het onderzoek kunnen sluiten. Dus dat Perry misschien evil was of zo. En Ghastly Souls gebruikt en daarom dood is vermoord. Nee, natuurlijk sluiten we het onderzoek niet. Want hij had dromen over... We weten niet of de Ghastly Souls van hem waren. Ik denk het niet. Nee, ik denk het echt niet. Lijkt me echt heel sterk. Oké, maar dan moeten we dus zo naar gaan uitkijken wanneer we Ghastly Souls zien. Want die zijn dus kennelijk niet zo... Ik heb er 4 in mijn inventory, man. Ja, maar dat komt ook omdat we ze hebben gevonden uit van die ghasts. Uit van die shades. Oh, dat zijn dan misschien de mensen die echt te ver gaan ermee. Zoiets. Lumos, Immobilus. Dit zijn volgens mij spreuken hierboven. Oh ja. En Shaman Table. Waar is Avada Kedavra? Ik bedoel niks. Staat Lumos dit tussen? Ja, Lumos hier. Linksonder. Oké, staat Expelliarmus. Repello Dreuzelandus. Bals, dit is... Immobius, Plius. Yeah. Immobius is volgens mij wel een erge spreuk. Ik ga hem tussen naar beneden. Terwijl... Maar is die Expelliarmus er niet al tussen staan? Dat vind ik wel... Dat is wel de standaard... Dat is de ontwapeningsspreuk. Expelliarmus. Volgens Harry Potter. Er staat een huis in de fik. Ik herhaal, er staat... Wat? Er staat een huis in de fik. Er staat... Kom snel. Holy. Oh, fuck. Het hele dorp brandt af zo. Oké, snel blus wat. Ja. Oké, dit was het huis dat te koop was voor ons. Oh, no fuck. Way. The lag is killing me, man. The lag is killing me. Oké, laat alles dat op andere huizen zit, blus dat gelijk. Het mag niet doorgaan naar andere huizen ernaast. Jij kan vliegen, hè? Jij bent erboven. Ja, ik ben aan het blussen. Oké.
Ik denk dat we dat lukt. Ja, ik heb hem. Ik heb nog een paar die uitgeblazen moeten worden. Oh, hier ook nog. Wat? The fuck stond dit in de fik? Was dat die je zei toch dat het blikseminslag was? Ja, maar ik wist niet dat er een huis in de fik stond. Het rookalarm ging ook nu pas af hoor, dus. Oh, damn it. Hebben we alles? Volgens mij wel. Wauw. En de deur is nog steeds dicht, hè? Zo naar. En we hebben niet eens degene gevonden van wie dit huis is. Ik heb echt de neiging om... Oh, het huis ernaast is ook kapot. Wat dacht je ervan dat per ongeluk de deur kapot was gegaan toen alles in de fik stond? Gesmolten, per ongeluk. Sure. Oh nee! Alles... Ah, nee toch! Het is verbrand. Wat gebeurt dan alweer? Het zit hier beneden. Oh! Wat? Er zit iets magisch hier. Au, ik sta in de fik, ik sta in de fik, ik sta in de fik, ik sta in de fik. Oh shit. Ah nee, ik ga dood. Nee. Ik moet even eten. Ik moet echt even eten. Ik ook. Dus ik ga dan niet naar beneden. Had jij geen vuurarmor bescherming of zo? Was dat ja, als ik mijn head heb, dan heb ik dat. Echt? Ja. Dan pas heb je dat. Dan ben ik immuun voor vuur. Kun je even... Nee, maar ik heb ook nog maar één hartje. I don't know what to do. Maar ik ben aan het healen. Ik ben ook even aan het healen ondertussen. Wat de hel is dit dan? Heb je mijn schep? Nee, die heb ik aan Stephanie gegeven, sorry. Nee! Nee, hij zit Vrouwen. Er Vrouwen. Hier is je schep. Ga je het wegscheppen? Ik ga het proberen weg te scheppen. Ik hoop dat het werkt. Werkt dat? Ja, met die wel. Zou ik er doorheen gaan? Er zit hier een pressure plate. Ga jij erop staan of ik? Poeh. Dit was dus een magische... Nee, dit was niet eens de magische huur. Dit was gewoon huis geïnteresseerd. Huur hem. Ja, maar hij zei wel dat er ergens iets magisch onder de grond. Nee, wacht, in een cave was dat. Oeps. Ik drukte ergens op. Dat ging goed fout. Oké, ik ga op de pressure plate staan. Oh, je kunt ook gewoon omhoog hier. Nee. Pressure plate time. Ja. Oh, ik ben geteleporteerd. Ik ben geteleporteerd naar iets. Waar? Is het door? Ik weet niet of het een aanrader is. Maar doe maar. Er is hier wel een vuurbloem. En alles staat in de fik. Oh shit. Hier, kom veilig. Ga ergens veilig staan, man. Nee! En al je items zijn verbrand. Nee, toch? Ja. Oh, nee. Daar gaat je kans. Tip hier maar naar mij. Oh nee, man. Waar zijn we überhaupt? What the actual fuck? Nou, er ligt nog een hoop. Ligt die hele armor er nog? Kijk. Nee. Deur. Ik loop even hier over de deur om te kijken. Oké, heb je broek nog? Dus ja, je ook nog schoenen. Handschoenen en chest. Ik heb hier geweer nog. Ik heb een viool als goedmakertje. Hier is een zwaard voor het geval dat ik geen zwaard meer had. Wauw. Ik ging daar naartoe voor veiligheid. Zie je dat stukje daar? Jij rende helemaal hier naartoe. Like, ja, ik zag nergens waar ik naartoe kom. Zijn hier mushrooms? Wat de hel? het onweert hier wel veel. Wat is dit? Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat een verstandig plan was om per ongeluk die deur... Nee, waarom? Maar verbrandde jij niet helemaal? Ja, keihard, maar ik rende naar veiligheid. Oh, was er een explosie in de achtermond? Ja, het schoot daar vandaan, denk ik. Waar vandaan? Van waar je naartoe keek. Echt? Ik zag niks. Ik zie helemaal niks, hoor. Wat is dit? Waar zijn we? En weer dat magische vuur. Zie je daar, dat blauw vuur? Ja. Daar boven die mushroom. Dat was geloof ik een bliksemschicht.
Wat gaan we doen? Gaan we een beetje op onderzoek uit? Ik zag wel wat groens, dus er is wel een terugweg volgens mij. Kijk uit. Fuck, ja. Kijk. Maar jij kon natuurlijk vliegen, dus. Dat ook, dat hielp. Dus ik kon gewoon ergens fijn lopen. Daar zijn de bovier naar beneden, misschien is dat iets. Ik weet niet wat we hier te zoeken hebben. Misschien moeten we terug? Weet niet. Waarom staat sowieso hier een boom midden in dat vuurige gedoe? Hele sterke boom, zeker. Oh mijn god, kijk eens daar naartoe. Waar naartoe? De wizard. Daar. Hij schiet naar je. Oh fuck, wat zegt hij? Balans, het vuur, alles wordt as. Ik kom eraan met mijn chicken sword. Oh, wacht, ik heb natuurlijk dit. Oh fuck! Oké, ik mik op hem. Met mijn boog. Oh, holy shit, die gozer heeft veel health. Oh, dat is die magier. Dit is de magier aan wie de vuurbloem hebben gegeven. Was dit dan Welsen? Auw! Oh mijn god, wat de hel. Oké, ik neem even de high grounds op hem. Pew! Oh nee, dit was een slecht plan. Heeft hij nog? Of hebben we hem? Nope, hij leeft nog. Zo, even wat goede hits op hem landen. Gelukkig heb je pijlenboog. Ja, anders moest ik dat gaan vechten tegen hem. Dat wordt echt de hel. Jezus, die gozer kan veel tanken. Gelukkig heb ik hem in een hoekje waar hij niet op kan. Volgens mij heb ik hem. Ja, hier is ook de uitweg. Dus als je hier wil komen. En hier is die vuurbloem. Die zag ik ook al inderdaad. Maar ik dacht... Het is er maar één? Dit is de vuurbloem waarschijnlijk. Dus ik ga die vuurbloem even mollen. En hem dan in mijn inventory pakken hopelijk. Meenemen. Ik ga wel dood mogelijk. Oh fuck. Oké, het gaat nog net goed. Dus kom hier naartoe en dan kun je hier zo naar beneden springen. En dan kun je daar erin. Ik moet even wat healen en dan kan ik misschien zorgen dat het ook wat veiliger voor jou is. Ja. Als die vuurbloem stond op Netherrack daar. Zo. Dan nog die. Auw, auw, oeh. Oké, ik ga mogelijk dood. Oké, niks aan de hand. Eet wat. Zo. Dus je moet hier even overheen lopen richting het water, oké? Oké. En dan ben je weer terug, waar je was. Oké, dat was... holy shit. We kunnen wel zeggen dat we een beest gevonden had. En een vermoord hebben. Oh ja, dat is ook wel belangrijk. En de vuurbloem hebben. Oh ja, en die. Die wij in de eerste plek aan hebben gegeven. We hoeven nu nooit te zeggen dat we dat gedaan hebben. Maar was dit dan dat huisje waar hij het over had? Er was toch iets bij de trap en geheime ingang? Ja, iets voor bij de trap. In een cave. Even kijken hoor. Maar dat was... Het was er wel in de buurt. Het was wel voorbij de trap. Voorbij de trap in de cave. Het was links van de poort. Ik heb het gevoel dat we namelijk... zijn beest per ongeluk gevonden hebben. En niet op de... nou, maakt niet uit. Op de ver... Nou ja. Hij is dood. We kunnen naar hem toe volgens mij. Oh, misschien omdat dat ook hier was, is het huis dus afgebrand en zo. Nou, dat zou best kunnen, ja. Ja. Ja, oké. Nou, laten we maar gewoon weer naar boven gaan en het goede nieuws vertellen, toch? Lijkt me wel. Squirrel Girl. Hoi Vanessa, we hebben je magische bloem. Voor een of andere. En iets gevonden. Ja, holy shit, die gast was goed met lightning. Niet waar, hij was vreselijk. Ja, waar is onze beloning? Ja, waar is onze beloning? Hier, volgens mij is deze brief voor jullie bedoeld. Auw. Geachte magiërs, wij zijn twee van onze broeders kwijt. Als het goed is... Bobby, hou je bek. Jesus Christ. Bobby schreeuwt gewoon hoi van beneden in het dorp. Van hoi! als het goed is, dagen ze weer op wanneer het einde nadert. Mochten jullie mensen tegenkomen met een extreem sterke aura, stuur ze dan naar de
Hesperiden. Met vriendelijke groeten, toewijding. Wat? Wat? Met vriendelijke groeten, toewijding. Toewijding. Misschien zelfs zijn naam. Oh, is dat niet... Toewijding? Wat waren de namen ook weer van alle engelen die op aarde waren? Oh, dat weet ik niet. Heb ik die bij me, dat boek? Nee. Oordelende meloen. En nog wat toewijding. Oh, oké, never mind. Dus ja. Dit is een van de engelen die naar... Oh. Die uit de ether is gekomen. Dat is interessant. Dus die moeten wij even zoeken nu. Dat is gevraagd. Ja, maar waar stond dat, waar die was? Weet ik niet. Je hebt het boek nu. Ik niet meer. Let's find out. Ja, maar... Ik moet het even trouwens nog goed maken met de maffia. Ik voel me daar niet goed over. Dat je bent ingebroken. En hem met een knuppel heb geslagen. Weet je, laten we die gewoon maar te vriend houden. Heb je hem met een knuppel geslagen? Maybe. Hij heeft er niet zoveel van gevoeld, want ik ben super snel en ninja-like. Like, super cool. Toch? Mijn slimes doen dat goed altijd. Hey Jim Walton, hoe gaat het met jou, jongen? Ja, goed. We kennen iedereen, deze. Ja, we zijn vrienden. Ja. Wacht even voorzichtig, ik praat wel. Ik doe even mijn coole schoenen aan. Zo van... Je flippers. Wow, mijn flippers. Maar dan denken ze echt van, hee cray cray, laten we daar maar niet mee spotten. Hahaha, hallo jongens. Sorry voor hiervoor, weet, laten we gewoon vrienden zijn, hè? Dikke duim? Ja, dat dacht ik al. Dus, sigaarman. Ik heb jou in je gezicht geslagen. Als jij dat nou eens mooi niet tegen je baas vertelt, dat zou fijn zijn. Tim. Wat? Wat? Ik doe dit zo. Zo los je iets toch op. Zo maak je weer vrienden. Nee. Niet? Oké. Okay. Nee, zo doe je dat niet. Hoe doe je dat dan? Door een lening af te nemen in zijn boek. Precies. Oh, hier. Er staan mensen in het boek. Bobby heeft 5 bars en 2 nuggets. Bruce Wizard heeft 93 bars, 8 nuggets, nood. Wanneer er niet voor de derde maan betaald is, nemen we de geleverde waren plus rente terug. Bruce is die wizard aan wie we de... Waarvoor we al die shit hebben geregeld ook, hè? De vuurbloem. Nee. Bruce zat boven in de toren van de Ghastly Souls. Oh ja, tuurlijk. Volgens mij. Of het was de wizard waarvan wij alle waren hebben... Ja, Bruce Wizard was degene in de boven. En dat was degene bovenin. Ja. En degene waarmee we er waren. Weet je nog, bij de lift? Hij heeft zoveel geld geleend voor die waren bij de lift die wij geteeld hebben. 93 bars aan waarde was dat. Die we hadden kunnen jatten. We hadden rijk kunnen zijn, Rogier. Nee. Ja, maar dat hebben we niet. Iemand wil de good guy. It's cool. Harold heeft 13 bars, 4 nuggets. En Hans heeft 31 bars en 6 nuggets. Note inside man bij The Gap. Wat is The Gap? Dat is toch een kledingwinkel? Ja. Dat. En het staat voor het meest coole kanaal ooit. Golden Apple Productions. Dat niet meer zo heet. Nee, maar nu Timmy Boy en Elk Rules heet. Nog beter. Kom op. Nee. Next. Wat is de gap? Well, that's interesting. Maar vrienden dus. Ik ga even nog bij je baas. Ik drop daar even wat monies voor hem. En dan zijn we weer buddies. Goed? Duidelijk. Koos de koning heeft 6 bars. Mia heeft 10 bars. Petra heeft 13 bars. Was er iets anders interessants in? Die Fransman. Die heeft een hele hoop. Die heeft 56 bars. Oh ja. De Big Tuna mag die klootzak niet. Rent is inclusief 3 vingers. Oeh. Hij is ook een klootzak. Hij scheld ons uit en was niet te verstaan. Ja. Maar, geen goed man. Maakt niet uit wat de gap is, maar wat is een inside man? Ik denk een insider. Dus iemand die zij als insider hebben daar. Oh. Ja, omdat dit de maffia. Dus ik denk iemand in de organisatie die ze dan betalen of zo. Nee, want dit daarboven zit de maffiabaas. En dit is een soort van maffiagebouw. Dus ik denk dat, ja. Precies dat. Dus gewoon een snitch. Die informatie doorspeelt naar deze jongens. Ja. Maar, dus Carmine, ik heb het opgelost met je baas. Ik heb die mensen daarboven en die leuke meiden wat muntjes gegeven. Het is allemaal goed.
Dus, wat is next? Oeh, dit is een mooi huis. Dit is gewoon open. Vliegende zwaarden. Kijk, dat is nog eens magie. Vuur, ballen, lightning, my ass. Vliegende zwaarden. Oh, wat? Ik heb hem eruit gepakt, maar ongeluk. Nou. Een reserved wooden dagger. Heb jij nog wapens nodig? Ik weet niet wat er allemaal verbrand is net. Nou, ik heb mijn super sterke zwaard nog. Never mind. Maar, ik wil nog wel een armor piece maken, want ik heb geen chestplate meer. Oh, zou je ergens een crafting table zien? Oeh, wat is dit? Het is een gevangenis. Wat staat er in dat boek? Gevangen. Karkamel gezochte magier. Oh. Dus, oké. Gezochte magier. Kijken, wat zie je boven? Globale autonieme... GAP. Oh! Dit is Hens. Wacht, is dit degene die betaald wordt ook? Ja, volgens mij wel. Ik dacht dat Hens was. Oh, globale Cap. Autonieme politie. Oh, dit is... Oh, de bewakers horen bij de globale autonieme politie. Dus de maffia heeft Hens in de pocket. Ja. Dus daar moeten we even voorzichtig mee zijn. Dus als er ooit problemen zijn, weten als we ooit Hens horen, dan weten we dat hij waarschijnlijk niet te vertrouwen is. Ja. Of alles doet voor geld. Dat weten we ook. Right? Ja, maar ik denk dat een inside man bedoelen ze dat hij bij de maffia zit en zich aangemeld heeft bij de politie om daar vertrouwen. Oh, oké. Ja, dat klinkt ook logisch. Hé, hey, deze gast is misschien ook bij de maffia. Marco Polo. Oh ja, ik bedenk... Ja, good point. Maar wat gingen we doen nu? Misschien niet iedereen in het pakje. Ten eerste wil ik onze steak. Je wil je steak? Oké, dat klinkt logisch. Eten. Ja. Thanks. En, wat wil je nog meer doen? Voor de rest dat boek. Welk dat boek? Hebben we gekregen. Oh ja, dat boek. Dat boek van, toewijding. Uh-huh. Ik weet niet of daar... Ik ga hem eventjes nog opnieuw lezen nadat ik wat gegeten heb. Goed. Kijk, een beetje. Als het... Mochten jullie mensen tegenkomen... Naar de Hesperiden moeten we gaan.